Door alle berichtgeving over het coronavirus zouden we bijna vergeten dat door de weersomstandigheden het water in de rivieren flink aan het stijgen is. Door de noordwesterwind wordt het water in de Maas flink opgestuwd. Bij de haven in Genderen loopt de kade over en de uiterwaarden staan al behoorlijk vol. Of het water nog verder gaat stijgen is nog maar de grote vraag. Maar met meer water uit Duitsland en Frankrijk samen met een sterke westenwind is de kans groot dat het water in de rivieren nog verder zal gaan stijgen.